zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een bokkel en de ander die let rechts. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. Virgo is een vereniging die zich eigenlijk al die jaren voornamelijk heeft gefocust op techniekstudenten. We hebben momenteel zo'n 430 leden. Wij zijn eigenlijk één grote hoop leden, we hebben geen disputen. Eén grote hoop gezelligheid. Iedereen komt wanneer hij wil en hoeft ook niet te komen als ze niet willen. We zien elkaar in de stad, in de soos. En je bouwt gewoon een leuke echte vrienden. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een bakkel en de ander die let rechts. Ik zie ze links. Nou, dit jaar hebben we toevallig een lustrumjaar. Virgo is 45 jaar geleden opgericht. Toen waren we natuurlijk leden klein begonnen. Ik heb het zelf allemaal niet meegemaakt natuurlijk. In de jaren doorheen zijn wij gegroeid. We hebben één of twee verenigingen in ons opgenomen. En uiteindelijk zijn we nu uitgegroeid tot een vereniging van 430 leden. We hebben nu onze derde sociëteit waar we 3 jaar zitten. En hier hebben we het goed naar ons zin. Wij als Virgo organiseren dit jaar, zoals elk jaar, pre-carnaval. Dit is eigenlijk het feest om... Het carnavalseizoen af te trappen. En dat willen wij aan de hand doen van onbeperkt bier, wijn en fris. Pre-carnaval is een groot feest dat elk jaar wordt gegeven in de Coyote. Binnen de vereniging is het een echte traditie en iedereen kijkt er dan ook elk jaar weer flink naar uit. Dit jaar hebben wij eigenlijk extra ook nog Lamme Frans weten te strikken. En de Prins Carnaval komt met heel zijn gevolgen ook nog langs bij ons om er één groot feest van te maken. En mijn naam is Prins Brabant Kielegat. Heb ik nog Kielegatten hier binnen? Wie zijn hier echte Kielegatters? Op ons eigen feest zelf, dat begint eerst in onze eigen sociëteit. Dat duurt tot 6 uur. Daarna verplaatsen we naar de Coyote in Breda. En op dat moment hebben we eigenlijk helemaal geen verantwoordelijkheid meer. Natuurlijk proberen we altijd wel representatief te blijven voor onze studentenvereniging. Pre-carnaval is voor mij geslaagd als wij van tevoren uitverkocht zijn en een heerlijke goede sfeer hebben binnen wanneer niks geks gebeurt. De optredens leuk zijn en de mensen weer een feest hebben waar ze meestal niet veel van af weten, maar toch wel terugkijken naar een geweldige avond. Als we de biertjes niet meer kunnen tellen en we de dag na geen stem meer over hebben omdat we zo hard hebben lopen meezingen en dat je nog smink en glitters overal terugvindt 3 dagen, dan is het feest geslaagd. Pre-carnaval is geslaagd als je gewoon jaren en maanden daarna iedereen er nog over praat, nou dan is het dus een onvergetelijke avond geweest. Het feest is geslaagd op het moment dat de volgende ochtend niemand meer weet wat er is gebeurd. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een bakkel en de ander die let rechts. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. We'll be right back.